Zit er nog toekomst in crypto? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van Hout, economisch journalist bij de Tijd. En vandaag geen gehandels met whiteboards, geen inflatieverhalen. Maar we gaan het hebben over crypto. Want vorig jaar kon je nog geen verjaardagsfeestje binnenkomen. Of iemand begon wel een keer over crypto op een avond. Maar ja, het enthousiasme is een beetje gezakt. We zien het ook aan data van Google Trends. Als je hier kijkt op deze grafiek, dan zie je dat er was een piek in 2021. Dat we daar behoorlijk onder zitten. Als ik het goed lees, is het aantal zoektermen naar crypto met 75% gedaald. We kunnen het natuurlijk ook zien aan de koersen van Bitcoin en Ethereum, die sinds de top in augustus meer dan 60% zijn kwijtgeraakt. Dus de vraag is, van ja, was het alleen maar een zeepbel? Of zit er ook echt nog toekomst in crypto? Maar eerst wil ik even zeggen, als je analyses wil horen over crypto, over economie of over aandelenbeurzen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal Boeber en Bas, druk op de bel, dan krijg je een update zodra een nieuwe vlog online staat. Dus zit er nog toekomst in crypto? Nou, ik zelf hink hier altijd heel erg op twee gedachten. Aan de ene kant ben ik sceptisch, zeker over de Bitcoin, dat het nieuwe betaalmiddel wordt, of dat andere, dat we in de toekomst gaan betalen met crypto's. Daar ben ik sceptisch over. Aan de andere kant, als het gaat over Ethereum, ja, daar kan ik weer wel enthousiast van worden. Want daar zit echt een use case in. Er worden allerlei apps gebouwd op het Ethereum platform. Ze zijn toonaangevend met decentralized finance, waarbij slimme contracten mogelijk de rol van tussenpersonen in de toekomst kunnen overnemen, zoals banken. En er worden ook games opgebouwd, zoals Decentraland. Maar mijn sceptische kant is wel weer aan het groeien, omdat het is er nu al een tijdje en we zien toch nog steeds niet dat je echt in het dagelijks leven ziet dat er gewerkt wordt met bijvoorbeeld die blockchain van Ethereum. Ja. Maar ik vind het wel super interessant, dus ik heb gebeld met Frank Hogendijk. Hij is tech-advocaat bij Osborne Clark. En hij zegt eigenlijk dat optimisme van die crypto-believers, dat is wel degelijk ergens op gestoeld. Hij noemt bijvoorbeeld NFT's, waar artiesten daar toch gebruik van maken. Die bijvoorbeeld digitale merchandise verkopen aan hun fans. En fans kunnen ook bijvoorbeeld tokens kopen op bepaalde nummers. Waarbij ze zelfs een deel van de inkomsten van die nummers kunnen krijgen. Dus als je heel erg gelooft in een bepaald nummer dat het echt groot gaat worden, dan kun je er dus in investeren. Nou, daarnaast had hij het ook over decentralized finance natuurlijk. Waarbij hij zegt, er zijn echt tal van zaken mogelijk op dat gebied. Hij noemde zelfs dat misschien als de hypotheekrentes de komende jaren blijven stijgen, dat mensen naar alternatieven voor financiering gaan zoeken in de cryptowereld. Nou, ik zelf zie daar echt problemen. En bijvoorbeeld als je een hypotheek hebt, dan heeft een bank heeft het recht van hypotheek. Oftewel, het mag je huis verkopen op het moment dat jij niet aan je betalingen voldoet. Dat is juridisch afdwingbaar. Maar ja, als iets op de blockchain alleen geregistreerd staat, niet bij een notaris of zo, wie gaat dan jou dwingen om dat huis te laten verkopen door degene die jou dat krediet geeft? Nou, Hogendijk zegt, er zijn heel veel toepassingen. Dus dat was er dan één van, die hypotheken. Maar hij zegt, ik ben me daarvan bewust dat dat een probleem is natuurlijk. En daarover zegt hij ook van, daarom is het belangrijk als crypto-investeerder dat je gaat kijken naar projecten die zich gaan houden aan de regelgeving van de overheid. Want je hebt vaak een link nodig tussen de blockchain en een derde partij, bijvoorbeeld de overheid. Nou, dan heeft Hogendijk het nog over die apps waar ik het net al over had. Bijvoorbeeld die Decentraland, maar hij heeft het dan bijvoorbeeld over een social media platform, Steemit. Hij zegt van al die data is in handen van groot techbedrijf eigenlijk. En deze platformen zijn decentralized. Dus met het oog op privacy zou daar ook zeker een vraag naar kunnen zijn. Hij zegt wel, mensen kiezen nu nog niet voor die social media platforms, maar voor TikTok of bijvoorbeeld voor Instagram of Facebook. Dus hij zegt, het is heel erg belangrijk dat dit soort projecten, dat die echt zorgen dat hun dienstverlening echt heel goed wordt. Beter dan dat van Instagram of Facebook bijvoorbeeld. Zodat mensen daar echt voor gaan kiezen. En hij zegt van, dat is eigenlijk bij al die crypto-projecten is dat belangrijk. Dat ze de komende jaren focussen op het verbeteren van de dienstverlening, zodat het echt mainstream wordt. Nou, ik zou nog willen zeggen, wees altijd voorzichtig met beleggen in crypto. Het is toch wel beleggen met een hoog risico. Volgens specialisten zit er dus wel degelijk echt een toekomst in. Of dat ook echt zo is, dat gaan we zien. Ik vind het in ieder geval super interessant. En ik ga gewoon kijken hoe het zich ontwikkelt. Nou, vond je deze video nou leuk of interessant? Vergeet dan niet te delen met je vrienden en familie. En dan zou ik weer zeggen, doei!